Ja, Jean-Paul, het was weer een bijzonder weekje. En wat nog leuker is, we zijn weer terug op ons oude stekkie. Ja, mooi is dat, hè? Het is toch in een andere omgeving. Hebben we het toch weer terug? En we zijn er nog niet helemaal, maar het voelt alweer heel erg goed, Bart. Het voelt weer als vanouds. En ja, als we kijken naar die beurs, ja, dan lijkt het of daar ook alles weer als vanouds is. Want ja, 7,24, 7,25. Gistermiddag nog even 7,17. Het blijft wel aardig bewegen, maar de ondertoon lijkt toch langzaam wat sterker te worden. Ja, nou ja, om eerst maar op jouw vakgebied te komen, technisch gezien, zitten we volgens mij dus weer met 7,25 zo ongeveer op de piek die we hebben gezien begin augustus. Dus ja, ik zou dan zeggen, is dit dan hier nu een weerstand en gaan we vanaf hier weer naar beneden of breken we uit? Of mag ik dat zo niet zeggen? Nee, dat stel je terecht. En dat is natuurlijk ook de grote vraag voor de komende ja, paar weken. Want heel veel langer duurt het jaar al niet meer. Kijk, de grote partijen die gaan over een week of twee de boeken dicht doen. Dat betekent, de portefeuilles worden gerangschikt. Dat hebben we vorige week ook al een beetje aangestipt. Men gaat een beetje kijken van nou, welke fondsen willen we nog houden? Welke moeten er juist uit? Nou, een aantal niveaus hangen we, hikken we tegenaan. De grote vraag is inderdaad, komt er nu nog een, laten we maar zeggen, een trigger om door die weerstand heen te duwen? En dan heb je nog wel wat ruimte weer naar boven toe. Of is die markt zo van ja, we zijn best wel vooruitgelopen op een aantal aannames dat het allemaal beter gaat, of dat we het ergste gehad hebben. En ja, blijf je nu dan een beetje hangen hier? Of kunnen we zelfs nog best wel een stukje terug als dat sentiment inderdaad een draai maakt? Ja, nou laten we even kijken wat die triggers kunnen zijn. En de eerste, ja, dat is natuurlijk de meest voor de hand liggende. Dan komen we weer uit bij de Fed. Jerome Powell, die moet vanavond een praatje houden. 14 december komt er een nieuwe rentebeslissing. Ja, wat zou jij doen als je Jerome Powell was? Ja, dat is een interessante, want Jerome Powell die zit nu een beetje in een kleine spagaat. Er zijn een aantal Fed-presidenten die hebben gezegd, joh, gewoon doorknallen met die rente, niet te vroeg afbouwen. En er zijn er ook een aantal die zeggen, ja, maar als we nu zo agressief doorgaan, lopen we straks misschien toch in dat mes, dan krijgen we toch een recessie en dat willen we ook niet. Dus dat is één punt waar hij een beetje op hinkt. Maar hij zal toch wel een duidelijk signaal willen geven naar die markt dat als we allemaal alweer te enthousiast worden en die markten lopen op en de consumptie trekt weer aan, ja, dan zal hij toch weer wat met die inflatie moeten doen. Want dan gaan de prijzen wel op blijven lopen. Want we zien natuurlijk nog steeds dat zowel in Europa als Amerika de werkloosheid extreem laag blijft. Dus er is gewoon een hoge vraag naar werk. We zien het ook bij ons hier in Europa. Loonstijgingen van 10% zijn geen uitzondering meer. En in Amerika speelt natuurlijk heel belangrijk nu die grote dreiging bij de treinstaking. Als dat gaat gebeuren, voor 5 december moet er een akkoord zijn. Als het land plat gaat met de treinen, ja, dat is een ontzettende klap voor de Amerikaanse economie en dat zullen ze willen vermijden. Ja, dus wat gaat Paul doen? Ja, ik denk dat hij toch de markt weer gaat proberen naar beneden te praten. Zeg, jongens, jullie zijn veel te enthousiast. Het gaat allemaal niet zo snel. Nou ja, december, dat is weer één keer in het kwartaal. En die Fed, die heeft zo'n zogenaamde dotplot. Dus dat ze 18 mensen, 18 puntjes waar ze verwachten dat de rente uitkomt. Ja, dat is niet gek, want die staat nu gericht op 2024, 2025. Is de rente duidelijk lager dan nu? Ja, dus ik verwacht dat ze die dotplot wat meer naar boven gaan zetten. Dat ze zeggen, jongens, wij denken dat het wat langer een hoge rente blijft. En dat ze daarmee proberen de markt wat te ontmoedigen. Ja, dat is op de zaken vooruitlopen. Voorlopig is het sentiment in ieder geval dat mensen denken, nou jongens, die tech die achtergebleven is, het mag weer. En dat zie je ook terug dat gisteren bijvoorbeeld Meta en ook die Chinezen, hè, Alibaba, Tencent, dat kreeg allemaal wel weer een beetje een steuntje in de rug. Ja, en dan hebben we natuurlijk nog een tweede punt waar hij naar moet gaan kijken. En dat is natuurlijk de ontwikkeling in China. Want afgelopen dagen, ja, was grappig, we hebben er al veel over gediscussieerd. China kwam opeens met een belangrijke mededeling gisterochtend voor beurs. Dat gaf ook gelijk een goede boost aan de markt, want ze gaan daar nu de ouderen versneld vaccineren.
ik vraag me af, wat hebben ze de afgelopen jaren gedaan aan vaccinaties? Schijnbaar niet genoeg. Maar is dit nu een opmaat naar toch een versoepeling? En de markt lijkt het zo wel op te pakken. Ja, en ik denk ook dat dat klopt. Je ziet wel weer typisch zo'n marktreactie van, oh jongens, er wordt een persconferentie belegd. Laten we allemaal gaan kopen. Met name de aandelen in Hongkong in de toeristische sector. Die gingen geloof ik bijna allemaal met 10% omhoog. Ja, dat is typisch weer die reopening. Ja, er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar dat loopt allemaal zo'n vaart niet, want dat gaan ze heus niet zomaar doen. Ja, ik denk als we het simpel houden, wat we in China uiteindelijk gaan zien, is gewoon niet zo heel erg anders dan wat wij hier in het Westen hebben gezien. En je ziet nu die protesten met die witte briefjes. Ja, wij hebben hier ook een periode gehad dat mensen er gewoon klaar mee waren. Die hadden zoiets van, ja jongens, gooi het open, want we houden dit niet langer. En dat ga je nu in China ook zien. Ja, dan gaan ze die oudere mensen, de kwetsbare groepen, nog een booster geven. Dat is denk ik de opmaat dat ze het toch veel meer gaan versoepelen. Ja, en de markt wacht daar niet op, want die denkt, ja, als we wachten totdat het sein veilig wordt gegeven, dan staat die beurs al hoger. Dus ik verwacht toch dat we daar een positieve ontwikkeling van zien. In ieder geval dan voor de Chinese markt. Dus dan kom je ook uit bij de wat wij hier ook hebben gezien, de reopening aandelen. De vraag is wel of dat nou zo heel veel gaat doen voor de wereldhandel. Ja, nou ja, we weten wel dat die Chinese beurs natuurlijk harde klappen heeft gehad. Staat ten opzichte van de Europese en Amerikaanse markten zeker ondergewaardeerd. Dus dat daar nog een extra stap komt, dat is best wel te begrijpen dan. Terecht inderdaad wel wat je zegt. Betekent dit dat export naar Europa meer op gang komt? Ik zag laatst weer een staartje, de kosten van containers van China richting Europa, ja, die hebben natuurlijk rond de $14.000 gedaan. Dat ligt nu alweer tot rond de $2.500-$3.000. Dus de hele supply chain van er is geen capaciteit om te verschepen, dat is er niet meer. Schijnbaar is men dus wel voorzichtiger geworden met bestellen. Of is er gewoon een backlog in de orders. Wat we nu natuurlijk ook zien voor bijvoorbeeld Apple. Waar 200.000 man in een fabriek die toch wat in paniek raken door die besmettingen. En ja, het lijkt erop dat Apple een achterstand heeft van miljoenen telefoons. En ik begreep dat bijvoorbeeld KPN, als je nu een iPhone 14 Pro wil, 6 weken wachten. Ja, dat is ongekend eigenlijk, hè? Ja. Ja, dus dat... Maar ja, je krijgt denk ik dan twee effecten. En de vraag is welke dat er sterker werkt. Want de inkoopmanagersindex in China, die viel weer heel erg tegen. Dus dat zit aan de kant van de producenten. Die zit nu geloof ik rond de 48, dus onder de 50. Dus China heeft wel de ruimte om nog wat meer de economie te stimuleren. Want die hebben als een van de weinige landen, is daar de rente hoger dan de inflatie. Dus zij zouden nog wel wat ruimte kunnen geven om die export aan te wakkeren. Maar ja, dan komen we weer terug bij onszelf, bij Europa en in het Westen. Ja, zolang die inflatie, die heeft ervoor gezorgd dat de prijzen gewoon substantieel zijn gestegen. En zolang alles duur blijft, kunnen we minder kopen. Ja, dus als ze meer spullen in die container stoppen of het sneller overbrengen, dan is maar even de vraag of daar hier genoeg vraag voor overblijft. Ja, en dat is natuurlijk wat we ook al zagen, dat een aantal analisten bij de grootbanken zeggen van, ja, de retail in de winkelstraat, die kan het volgend jaar best wel eens lastig krijgen. Het lastige voor de belegger is, wat doen we daarmee? Omdat die beurs altijd al zo ver vooruit loopt. En dat is wel eens het lastige, dat het negatieve sentiment wat je op straat tegenkomt, al eindeloos achterhaald is door waar de beurs al mee bezig is. Namelijk vooruitkijken voor de komende maanden. En dan heb je het misschien wel over 6 maanden tot een jaar. We hebben het nu ook weer de hele tijd over macro. Ik had gisteren een video gemaakt met ook een aantal winnaars van de aandelenbeurs erin. Er zitten natuurlijk de energieaandelen in, maar ook wel een paar andere namen. Ik denk dat 2023 ook echt een markt wordt waar je gewoon grote verschillen tussen de verschillende bedrijven, tussen de verschillende aandelen gaat zien. En dat zagen we toch ook terug bijvoorbeeld bij de semiconductors. Daar waren we natuurlijk een beetje op de verkeerde voet gezet, of in ieder geval, althans ik. Want die leveren natuurlijk allemaal wereldwijd. Maar toen dat nieuws uitkwam van dat verbod vanuit Amerika om te leveren aan bepaalde Chinese bedrijven,
Toen kwam ASM International, ASMI, meteen met een soort winstwaarschuwing. En die hebben ze gisteren een beetje bijgesteld. Ze zeiden, nou, we waren toch wel erg negatief. Het valt wel mee. Dus in plaats van min 40% omzet, verwachten we nu zo'n min 15 tot min 25. Nog steeds een hoop eraf. Maar het lijkt toch dat Besi niet in het segment zit waar zoveel restricties op zijn. En ASML, die gaat gewoon heel veel leveren aan al die nieuwe fabrieken. Ja, dus nu met dat bericht van ASMI van gisteren begrijpen we ook dat segment weer. Maar je moet gewoon diversificeren. Ja, je kan niet op één paard gokken om nu te zeggen, het is weer helemaal normaal, alles op tech. Ja, dat lijkt mij te vroeg. Maar we hebben de afgelopen weken wel gezien dat het verhaal bij ASML is gewoon heel erg sterk. En als nou maar die rente niet heel veel verder gaat stijgen, ja, dan kunnen dat soort kwalitatief goede bedrijven toch nog wel gekocht worden, denk ik. Ja, opvallend vond ik overigens, gisteravond kwam Hewlett-Packard Enterprise met cijfers. Recordomzet, 7,9 miljard voor het afgelopen kwartaal. Maar geen winst, netto 400 miljoen verlies. Clouddiensten deden het geweldig. Ja, dat zien we natuurlijk ook bij Amazon Web Services, Adobe en noem ze maar op, Microsoft. Maar die cijfers, ja, je zag ook een beetje een reactie. Recordomzet, plus 7% even na beurs. En ja, uiteindelijk sloot het aandeel nog wel net hoger. Maar de euforie viel wel een beetje terug daarna. Dus dat het blijft wel zoeken inderdaad in welke sectoren zijn, nou ja, sexy genoeg, zit nog genoeg winstverwachting. Daar zal naar gekeken worden. En andere sectoren zullen misschien inderdaad wel eens een beetje op een zijspoor kunnen komen. Ja, en daarom, dan komen we weer terug bij het begin, is het op dit moment toch echt nog even een macromarkt. Want ja, je kan dus goede cijfers laten zien, of in ieder geval laten zien waar het naartoe kan. Maar die hoge kosten en die vooruitzichten die er eigenlijk niet zijn. Hè, heel veel bedrijven die hun vooruitzichten voor 2023 zeggen, nou ja, het is zo'n gekke tijd. We kijken het heel even aan. Ja, dat moet weggenomen worden voordat de markt echt uitbundig omhoog kan. Maar eerlijk is eerlijk. Het ligt er beter bij dan dat we misschien een paar weken geleden wel hadden gedacht. Ja, grappig genoeg, tijdens het opnemen van deze video zijn we inmiddels alweer 2 punten teruggevallen in de AEX. Maar het geeft wel aan dat de komende weken zullen onrustig en volatiel blijven. Waarbij, nou ja, de macrocijfers die nog doorkomen echt gewogen worden op een goudschaaltje. Want men zoekt gewoon aanwijzingen van waar gaan we de komende periode naartoe. Ja, en dan dus het technische verhaal erbij. We zitten weer tegen, wat je zou kunnen zeggen, een weerstand aan. Ja, dat zal moeten blijken of we die duidelijk gaan doorbreken of niet. Ik denk dat we het hierbij laten. Onze gedachten voor deze week. Goed om weer terug te zijn op die beursvloer. We gaan volgende week nog weer even een beetje tweaken om hem nog beter te krijgen. Maar dit voelt alweer goed, Bart. Absoluut. En ja, ik zou zeggen, wij gaan nog hard aan het werk en blijven die markt volgen. Volgende week zijn we er weer. Tot dan!